De film laat de procedure zien voor een inzet met een ultrahoge druk blussysteem bij personenvoertuigen. Voertuigen die binnen de rijbewijscategorie B vallen. Bij een autobrand komt de eerste eenheid van de brandweer ter plaatse. Deze lokale tankautospuit volgt de reguliere procedure voor een autobrand met de daarbij geldende aandachtspunten. Als duidelijk wordt dat het om een elektrisch of hybride voertuig gaat, dan is het belangrijk om te bepalen of de accu bij de brand betrokken is. Signalen waaruit dat blijkt zijn vuurwerkachtige knallen, witte of lichtgrijze rook die uit de auto wordt geperst, steekvlammen die onder de auto vandaan komen of herhaaldelijke herontsteking. Belangrijk om te weten is dat de lichte rook uit het accupakket naast giftig zeer licht ontvlambaar is en bij ophoping kan leiden tot een explosie. Dat geldt overigens altijd voor de rook uit een lithium-ion accu of batterij. Om een explosie te voorkomen is ventileren en afvoeren van de rook essentieel. Als de accu inderdaad betrokken is, dan zijn er drie mogelijke opties. Uit laten branden, dompelen in een dompelbak of inzet van het ultrahoge drukteam. Een cel is in thermal runaway en breidt uit naar naburige cellen. Dit noemen we propagatie. Bij een inzet van een ultrahoge druksysteem wordt de behuizing van het accupakket gepenetreerd en er wordt gelijktijdig water ingebracht. Het water koelt de omliggende cellen en voorkomt zo verdere propagatie. Regio-specifiek bestaat een ultrahoge drukteam uit 4 tot 6 man. Bevelvoerders van lokale tankautospuit en ultrahoge drukteam stemmen af over inzettactiek en laten zaken als brand, explosiegevaar, toxische en bijtende gassen, een veilige werkomgeving en de procedure ultrahoge druk inzet aan bod komen. Voor de veiligheid wordt het schootsveld in het verlengde van de ultrahoge drukinzet afgezet. Het ultrahoge druksysteem is een serieus risico voor iedereen die zich in dat gebied bevindt. Let dus ook op omstanders. Bevelvoerders stemmen onderling af dat de lokale tankautospuit met een lage drukstraal eventuele steekvlammen die onder de auto vandaan kunnen komen afschermt en het reguliere deel van het voertuig afblust indien deze weer oplaait. Tijdens de ultrahoge druk inzet houden de lokale manschappen de ultrahoge druk teamleden goed in de gaten. Zij zijn er voor hun veiligheid en bescherming tegen steekvlammen. Aanwijzingen vanuit het UHD-team worden opgevolgd. Er wordt een herhaalde check gedaan met de warmtebeeldcamera en als na circa 30 minuten geen effecten of opwarming meer te zien zijn, oftewel een temperatuur lager dan 50 graden, dan is de brand uit en kan het voertuig opgehaald worden door de berger. Arbeidshygiëne volgens geldende regionale procedure. Na het incident zal het wrak opgehaald worden door de berger met een droge dompelbak. Omdat de UHD-blussing sinds 2025 een nieuwe methode is, willen we graag weten of deze altijd effectief is. Daarom moeten we het verzoek aan de berger doen om de auto niet alsnog in een gevulde dompelbak te plaatsen, maar onder toezicht te stallen met de optie om alsnog te kunnen dompelen als dat toch nodig blijkt te zijn. Heel Brandweer Nederland leert mee van de ervaringen die we met elkaar opdoen. Dus vergeet niet om je incident goed te registreren en neem hiervoor, indien van toepassing,
contact op met het team brandonderzoek.